het ochtendmagazin. Plant Planet, directeur Rob Baan aan de telefoon. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week werd de MKB Innovatie Top 100 weer gepresenteerd. Deden ze voor de 8e keer. Ja. Plant Planet deed voor het eerst mee in de verkiezing. Ja. En van de 350 ondernemingen komen jullie gewoon op de 26e plek terecht. Dat is, dat is chapeau. Dat lijkt mij een reden voor een klein drankje na afloop. Nou, ik vind het niet hoog genoeg, maar goed, dat wordt er bedoeld. Het is het hoogste tuinbouwbedrijf. Dus nou ja, precies. Dat is toch weer heel mooi, inderdaad. Ja. Maar goed, we kennen jou ook een beetje. Alleen nummer 1 is goed genoeg voor Rob Baan en consorten. Even, want ik zei het net al heel even kort, voordat je in de uitzending haalde. Normaal spreek ik jou in aanleiding van allerlei zaken, innovatieve dingen in de food. Ja. Maar je zegt net al, oh jaren zit je ook in de kamerplanten. Want daar gaat dit even met name om. Ja. Leg eens uit. Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk constant op zoek naar mooie verrassingen van de natuur. En die kunnen eetbaar zijn, maar soms zijn ze ook alleen maar mooi. En soms zijn ze mooi en eetbaar. En dan wordt het een stuk makkelijker. Maar als ze mooi zijn, maar niet eetbaar, dan zoek je toch een plekje voor. En we hebben een bedrijf, Plant Planet, dat zich specialiseert in planten met een verhaal. En die verhalen vertellen we graag. En daar komen gewoon hele leuke producten in voor. En dat is dan met name om de consument uiteindelijk te kunnen bedienen van mooie kamerplanten? Of ligt er iets anders aan ten grondslag? Kijk, als je iemand iets cadeau geeft, dan is het leuk als je een verhaal bij hebt. Dan van, joh, hier heb je een plant. Ja, precies. Ja, dus bij bijvoorbeeld zo'n plant, die heet een Brigamia, de Hawaii-palm. En dat ding is nagenoeg uitgestorven. Die staat op de CITES-lijst, dat is van de uitgestorven diersoorten en plantensoorten. Staat die hoger dan de pandabeer. Ja, mooi. Die staat met stip op einde. En die tellen wij hier in Maasland. Dus dat gaat helemaal in het Westland. Uiteindelijk ook weer dus marketing in de seedtelt. Een stukje toegevoegde waarde bieden aan zo'n kamerplant. Ja. Je zegt het net al, uitgestorven, bijna uitgestorven. Je maakt een mooi vergelijk met de pandabeer. Dat is ook waar jullie zo hoog in die ranglijst voor uit zijn gekomen. Om met jullie je sterk maken voor bijna uitgestorven kamerplanten. Om die weer nieuw leven in te blazen en te veredelen. Heb ik dat goed begrepen? Ja. Van de week was het dus was gisteren op tv bij WNL. Dat is dan met Charles Groenhuis en zo. En die stelt zo'n hele stomme vraag. Die stelt een vraag van, ja, maar als je plant uitgestorven is, who cares? Ja, who cares? Je kan een plant die uitgestorven is nooit meer terugkrijgen. Exact. En we weten allemaal niet wat er aan stof in die plant zit. Maar we denken dat er een bepaalde gumachtige substantie in. Misschien wel een geneesmiddel is. Weten wij veel. Mm-hmm. Maar iets laten uitsterven mag natuurlijk nooit gebeuren. En als je dat kan doen dan door met de IUCN. Dat is dan een onderdeel van United Nations. Dat gaat over conservation of nature. Daar hebben we een deal mee gemaakt. Wij hebben die plant in ons pakket zitten. We betalen in per jaar een bedrag om de planten daar lokaal in stand te houden. En dan is het een beetje een win-win situatie. En er komen meer producten bij vandaan nu. Ga ik toch even op die stoel van Charles Groenhuis zitten? Want je zei een stomme vraag. Maar je zou kunnen zeggen, ja, dat is gewoon een stukje natuurlijke selectie wat in de natuur plaatsvindt. Ja. Sommige dingen verdwijnen in den wereld. Ja, nee, zo is het niet helemaal gegaan. Het insect dat die plant bestuift is dood. En het is door menselijk ingrijpen gebeurd. Hmm. Alleen niemand durft een insect van een ander werelddeel te laten komen die dat bestuiven ook kan. Want dan heb je geen idee wat voor bijen je waarschijnlijk kan krijgen. Dus de natuur is vermoord door de mens, maar de cirkel is doorbroken. Dus het insect dat moet bestuiven is dood. Nou ja, en dan kan die plant niet meer verder. Het is een hele rare plant, kan eigenlijk door één insect bestoven worden. Een soort van vlinder met een hele lange tong. Een hele lange tong. Hele lange tong. En die is er niet meer. En dat is dus inderdaad door toedoen van de mens. Als wij niet zo rigoureus om waren gegaan met ons buitenleven, dan zou het nooit gebeurd zijn, zeg je eigenlijk. Nee, precies. Helder. Ja. Mag ik dus niet vergelijken met het bijvoorbeeld uitsterven van, nou ja, noem even wat heel voor de hand liggend, dus er ligt maar dinosaurussen. Nee, dat is een ander verhaal, denk ik. Ja, weet ik niet. Was ik niet bij eigenlijk? Nee. Oh, joh, jij ook maar niet. Maar kijk, zou ik nou dinosaurus kunnen vinden ergens? Zou ik er wel handel voor zien? Ja, precies. Mooi. Geweldig. Rob, oké. Een mooie 26e plek voor Plant Planet. Naar aanleiding van uitgestorven, bijna uitgestorven kamerplanten die jullie in ere proberen te herstellen. En daarnaast ook een stukje toegevoegde waarde kunnen leveren aan consumenten. Ja. Ik heb er eigenlijk geen vragen meer over. Ik wil je alleen nog even feliciteren. Nou, de grap is, er zitten dingen bij die gewoon soms zo simpel zijn. Hè? We hebben een plant, die kregen we niet dood. Die hebben we meegedaan voor de verkiezing van studentenplant van het jaar. En dat lukt ook, die krijg je niet dood. Daar kan je whisky bij gieten, kan je peuken uitdrukken, daar kan je zelfs andere dingen mee doen. Ja. Die plant krijg je niet dood.
Nou, dat is dus de studentenplant van het jaar geworden. En elk jaar verkiezingen en elk jaar wint hij weer. Want ja, die plant krijg je echt niet dood. Dus tegenovergestelde van die andere plant die zo kwetsbaar is. Dus er zijn altijd mogelijkheden om dingen anders te vertellen, leuker te vertellen, tekst mee te geven. En ik daag iedereen uit van jongens, kom met verhalen, want de consument zit erop te wachten. Fantastisch. Nou, dit is een prachtig besluit. Rob Baan van Plan Planet hoorde je. Dankjewel. Hele fijne dag verder, Rob. Groetjes. Joe, hi.